Ben jij net als Hans Maarten via een kinderboek tot het schrijven gekomen? Nou, ik hoorde hem net over Wim is weg. En ik lees sinds kort aan mijn kleinzoon van 5 Wim is weg voor. Maar dat is een boekje wat maar een paar minuten duurt. Dus het is zo klaar. En nou, als ik dacht ook wat aan wat hij vertelde dat hij was weggelopen. Dat heb ik op die leeftijd ook gedaan. En ik herinner me dat was in een straat in Den Haag, in de Volksstraat. En ik was op de hoek en daar kwam een politiewagen aan en die vroeg, waar woon jij? Toen zei ik, dat weet ik niet, dat weet ik dus nog. En toen mocht ik instappen, dat vond ik zo geweldig. Maar mensen hebben mij natuurlijk toch zien instappen, dus op het bureau werd ik opgehaald door mijn ouders. Dat was een plichtstrusser. Ja, dat was heel jammer. Maar ik was ook heel verbaasd, dat is het enige wat ik me ook herinner, oprecht dat het zo was, dat die agenten hun pet, als ze die afdeden, dat ze haar hadden. Nou, dat moest ik door Wim is weg ineens denken. En nee, maar het boek was echt de meeste indruk, maar het was toch alleen op de wereld. Maar ja, nog steeds. En maakte het zoveel indruk dat je ook getriggerd werd om zelf te gaan schrijven? Nou, ik deed het wel al heel vroeg. Wanneer ben je? Vroeger was je 6, ging je naar de eerste klas. Katholieke school ook, bedoel, netjes nog gewoon. Netjes leren lezen en schrijven en zo. En ik herinner me dat, nou, het was echt nog in het najaar, moet wel, want het was voor Sinterklaas, dat er een woord op het bord werd geschreven. En ik wist wat het was, het sprong eraf en dat was marsepein. En vanaf dat moment misschien wel denk ik, houd ik heel erg van taal. Is het zo mooi als je het kon grijpen, je het kon zien en dat. Het was ook een mooi woord. Lekker, zoet. Ja. Maar om dat te zeggen, dan ga ik dus allemaal schrijven. Nee. Ik was altijd, ik draai alweer zo lang mee. Dan krijg je vaak dat schrijvers vaak dezelfde dingen zeggen, ontkom je niet aan. Maar ik was altijd wel aan het tekenen, schilderen. Ik ben ook nog naar de academie gegaan een paar jaar. Maar ik deed het schrijven er ook altijd bij. Dus. Maar we woonden heel klein in Den Haag, dus dan moest ik altijd wel mijn schrijfsels verstoppen voor een 3 jaar jonge zusje dat altijd alles ging verknallen door strepen erdoor of poepen erop te schrijven of zo. En toen ik dus 15 was, toen huurde ik daarom mijn moeder voor mij een kamertje. En daar kon ik meer schrijven voor de schoolkrant en ook tekenen en schilderen. Dus als mensen ook wel eens vragen waarom werd u schrijven of wanneer, dan gaat het alsof het achter me gebeurt. Dan denk ik, ja, het zat er altijd in. Dus, Hoe is de relatie met je zus? Mijn zus al heel goed, ja. Ik moet wel zeggen, 1 autobiografisch boek, naar aanleiding van de dood van mijn moeder, Olifant op een web. En dat was het kwam uit in 1997. Toen liet ik mijn zus uit Spanje overkomen. En toen las ik daar wat uit voor, onder andere wat zij allemaal uitvrat. Zoals, bijvoorbeeld zeggen, als we gegeten hadden aan tafel, ik heb lekker met mijn blote voeten eerst op jouw bord gestaan. Oh, je dacht, zo, ja, zeker. En die relatie is heel goed. Moes heeft 4 kinderen, 7 kleinkinderen. Woont in Spanje, altijd reuze gezellig. Bleke Zomer was denk ik niet de allereerste publicatie, maar wel je eerste roman. Ja, in 1969 waren er verhalen en in 1972, 44 jaar geleden was het mijn debuut. En dat kwam omdat ik, het werd net wel even genoemd, Probiacures, waar ik 2,5 jaar in zat, waar iedere week dan wat voor moest maken. Dus ik maakte of een cartoon, een karikatuur of een kort verhaal. En toen werd ik gevraagd door Arbeiderspers of die verhalen gebundeld mochten worden. En ze hadden ook in Hollands Maandblad een literair tijdschrift gestaan. En toen kwam nog, binnen 2 weken kwam uitgever Thomas Rapp. En die vroeg of die ook de verhalen mocht bundelen. En toen zei ik heb het al toegezegd en vond ik zo sneu voor hem dat ik voor hem Bleke Zomer heb geschreven. Dus zo kan dat. En daar zijn er 10.000. Het is een beetje vaag, want het is lang geleden. Het was nog niet zo'n markt als nu. Hè? Er bestond wel bij de CPNB een zekere lijst met wat er het best verkocht wordt en dat ging dan wel goed. Ja. Maar zoals dat nu gaat met alle marketing en zo, dat
wilde toen nog niet zo. En klopt het verhaal dat je als auteursrecht nogal schamel bedeeld werd door de uitgever? Door RAP toen? Ja, maar ik had er geen verstand van. Na een jaar of zo zei hij, ja, ik vraag nooit om geld, wil je misschien een fiets? Een fiets? Wat was jouw antwoord? Ja, ik wil wel een fiets, ja. Maar wel 1 met 3 versnellingen. Maar dat zou toch tegenwoordig niet meer kunnen, denk ik? Nee, maar ik vraag nog steeds niet om geld, ook niet om voorschot. Ik ben wat dat betreft net als Maarten het Hart, die doet het ook niet. Zo van, geen schulden maken en maar zien hoe het gaat. Ja, Maarten Hart is vriend van jou. Maar die verdient wel zo verschrikkelijk veel dat ik me kan voorstellen dat het een geen interessant is. Nee, dat is waar. Nee. Maar het gaat wel anders. Je krijgt nu gewoon ieder jaar conform ook het contract dat je hebt. In de Vereniging voor Letterkundigen krijg je gewoon een afrekening. Ja, dat is wel anders. De meeste mensen kunnen daar niet van leven. Nee. De meeste schrijvers kunnen daar niet van leven. Nee, maar er zijn ook heel veel bijgekomen natuurlijk. Schrijvers? Ja, ja. Ja, dat kun je gewoon aan de lijsten zien. Dat kun je zien aan... als ik even terugdenk aan de jaren 70. Als je met de binnenschieter gaat, Rubinstein, Hella Haase. Kom nou, de vrouw die ook Indonesische kookboeken schreef. De dichteres die nog leefde. Maar waren er nauwelijks vrouwen die schreven. Lijkt alsof ik over de 19e eeuw spreek, maar zo was het toen toch ook. Heel weinig. Maar pas in de jaren 80 kwam er wat bij. Dus kan mij zien, dan kunnen we de kamer daarna. Nu zijn er alleen nog maar vrouwen in de top 10. Is dat zo in de top 10? Er komt ook een heleboel vrouwen schrijven surfers. Oh, je bedoelt die top 10? Ja, die je bedoelt qua verkoop. Ja, dat is goed te zeggen. Nou, je hebt ook een literaire top 10, je hebt een non-fictie top 10, je hebt top 10's van een aantal boekhandels, ze zijn er nog wel wat. Ja, als je bij de televisie werkt, ben je gewend aan kijkcijfers, het zijn gewoon keiharde cijfers, namelijk wie heeft er gekeken en wie heeft er niet gekeken. Ja. En dat is bij de CPNB top 20 natuurlijk ook zo. Ja. Wie heeft er gekocht en wie heeft er niet gekocht. Ja. Maar jij kan er van leven. Ja. Ik kan ervan. Kijk, dan zit ik toch nog met die lage stem, hè? Dat was niet de bedoeling. Ja, dat klinkt wel goed. Maar het is mijn stem helemaal niet. Even terugkomen. Daar komen we straks op. Nog even, vraag de muzici er weer bij. Ik had begrepen dat de microfoon slecht is, dat hij vanzelf zou gaan zingen. Maar dat is niet. Je kunt er van leven. Maar, er zijn jaren dat ik ervan kan leven. En als je heel lang aan een boek werkt en het wordt minder, dan vraag ik ook wel eens een beurs aan. Jazeker. Ja. Want ik zei dus net bij het begin, je hebt een spectaculaire lijst van publicaties. En romans, kinderboeken, en reisromans, biografieën. Het heeft alle genres wel beoefend. En toch zeggen ze vaak over iets, iemand met een overzichtelijk oeuvre. Ja, waar komt dat door? Nou, eerlijk gezegd, kijk. Het boek wat nu uit is, het vorige boek, is pas 4 jaar geleden. Er zijn ook boeken bij die wat kleiner zijn. De kinderboeken zijn niet allemaal erg dik. Er zijn er maar echt wat dunner bij. En het is natuurlijk over een periode van 45 jaar. Dus Maarten het Hart heeft er echt 2 keer zoveel, bijvoorbeeld. En Veskek heeft denk ik 8 keer zoveel. Ja. Maar die schreven het altijd maar door, achter elkaar. Ja, jawel, ik schrijf echt wel iedere dag. Jij schrijft iedere dag? Jawel. Zolang je schrijft, schrijf je iedere dag. Ja, zoveel mogelijk, laat ik het zo zeggen. En vaak 's nachts, als ik er niet uitkom, want alles stoort overdag. Maar vaak is dat omdat het echt chronologisch ontstaat en ik niet vooruit werk, dus geen hoofdstukken vooruit, maar echt doorwerkend, hè, zoals je leeft ook. Is het heel vaak zo dat ik, als ik iets gemaakt heb, dat ik de volgende dag juist weer achteruit ga en het weer weghaal. Dus daardoor kan het lang duren. Ja, dat schiet niet. Goed, we gaan het hebben over Schoppenvrouw. Dat is je laatste roman. Die heb ik 2 keer gelezen en met heel veel plezier, want ook nog spannend. En ik dacht eerst, het gaat dezelfde kant op als het boek van Herman Koch. Namelijk, heb ik gehoord, ja. Wat bedoel je met ik heb Nee, gehoord. Dat ik daar aan deed denken. Maar dat was je niet van bewust? Nee, absoluut niet. Ik heb eerder een paar korte verhalen geschreven waarin een oude relatie met een kind dat een misdaad pleegt. En in de vorige roman, Liefde heeft geen hersens, komt het ook voor uit een jonge weduwe, haar buurvrouw. Dood in een stoel vindt, waar ze wel eens helpt en schoonmaakt en zo. En die zit er zodanig bij dat ze haar zoon verdenkt. En ik heb dus toen ook al gedacht van ik ga dat uitdiepen. Maar het belangrijkste wat ik dacht was, ik wil iets doen aan waarzeggers, helers. Ja, die, dan komen we zo. Ja. Even terug naar die toch belangrijke scène in het begin.
die op het eind nog een keer door de daderes zal zeggen mede wordt vervaard. De verteller kijkt naar de televisie, de moeder van Emmy. En die moeder ziet, ik neem een opsporing verzocht achter het programma, ziet ze dat er een misdaad wordt gepleegd. Een oude echtpaar er wordt binnengedrongen en een jonge vrouw verlaat het pand, en passant nog een mishandeling plegend. En de moeder in kwestie, die weet dat is haar dochter, want dat herkent ze ook aan de kleding die hij draagt. En dan op dat moment denk je, wat gaat er in die moeder om? Dat wordt ook wel beschreven, wat er in die moeder omgaat. De vader lijkt het allemaal niet te weten, die is in een andere kamer. En dan is de moeder dus, die gaat helemaal terug, niet naar de vader. Hoe is het zo gekomen dat mijn dochter zo is? Of ga ik mijn dochter aangeven? Dat is een belangrijke vraag zou moeten zijn. Maar het richt zich naar binnen, naar de vertelster. En die herinnert zich plotseling een scène bij een waarzegger. Die niet erg sympathiek wordt beschreven, om het zachtjes uit te drukken. Waarbij de vraag aan de orde is, straks gaan we op het verhaal verder door. Is er iets tussen jou en waarzeggers, occulte figuren of wat dan ook? Een agressie die door een onaangenaam gebeurtenis is ontstaan? Ja. Kan ik heel veel over vertellen? Zeg maar even, ik heb een microfoon. De meeste mensen krijgen toch wel eens van die briefjes in de bus. Met professor Hanenju of meester Hubblepub, nou ja, wat dan ook. Zorgt voor al uw problemen bij liefde, rijbewijs halen, geldzaken, noem maar op, die krijg je in de bus. Je vindt ook dat soort reclames in je krant. Je ziet ook wel een programma bij SBS bijvoorbeeld, daar kunnen mensen bellen over hoe het zal gaan in de toekomst. En als mensen dan bellen, dan zit er zo iemand die dan zegt bijvoorbeeld, heeft u iets met reizen? Ja, zegt iemand al licht van, ja, dan krijg je als antwoord van, nou, ik zie ook wel een reis het komende jaar. Oh, heeft u er niets mee? Dat dacht ik al. Of heeft u iets met deal of zo? Het is allemaal heel makkelijk te beantwoorden. Los van dat dit gebeurt en dat er ongelooflijk veel mensen waarde aan hechten en daarnaar leven, kan het dus zo zijn dat het niet alleen maar amusement is, hè, tijd verdrijven om dat eens te beleven, maar kan dat het heel kwaadaardig uitpakken. Ik heb zelf een hele kleine ervaring, maar het was alleen maar toen ik een jaar 14 was en verliefd op een Indische jongen in de straat en dan was er een waarzegger en dan kon je daar naartoe en dan kwam met een fotootje en dan zei zo'n man, nou daar ga je later mee trouwen, komt wel goed. Was helemaal die jongen nooit meer gezien, dus ja. En mijn moeder die had in de oorlog dat wel als verzetje en die ging daar met haar zusters en andere dames naartoe en dan moest ze ook een voorwerp of iets geven. Mijn moeder kreeg te horen dat ze naar huis moest gaan, want haar jongste zusje was ernstig ziek. En als het niet meteen naar het ziekenhuis zou gaan, dan zou het sterven. Dus mijn moeder kwam thuis en mijn grootmoeder, heel erg katholiek, dus daardoor denk ik ook nog meer bijgelovig dan gemiddeld, ging ook naar het ziekenhuis. En dat meisje, dus mijn jonge tante, bleek polio te hebben en dus heel ernstig. Dus in de familie werd wel gelijk geloof gehecht aan zo'n voorspelling. Maar ja, het had ook gekund dat mijn grootmoeder gewoon naar de dokter was gegaan, dan was dat ook gebeurd. Maar mijn moeder kreeg ook nog iets te horen, namelijk dat de man die ze na de oorlog zou tegenkomen, dat ze die maar beter niet kon trouwen, want hij zou haar ontrouw zijn. En dat heeft ze in de wind geslagen, want daar is ze mee getrouwd, dat was mijn vader. En die was inderdaad ontrouw. Dus dat kwam er wel uit. Gelukkigerwijs heeft ze dat advies toch niet te hard genomen, dat zou jij die niet geweest hebben. Nee, bijvoorbeeld, zo kan je het ook zien. Nee, er was ook nog een aangetrouwde tante die dan altijd kon voelen als er wereldrampen waren. En nou ja, als kind wil je er wel in geloven. Bovendien als je in de kerk zat en alles geloofde van wat er werd verteld. Tot op de dag alles van vandaag, kon, ja. Alles kon. Ik keek echt naar de doek met Veronica. Het kon toch ook? Dus, ja. Nu is het zo dat je vertelt er nu vrij luchtig over. Maar in de roman is dat eigenlijk niet het geval. Want dat is een bloedserieus roman. De duisternis die uitgaat van die waarzegger. Die verspreidt zich als het ware over de pagina's die om hem heen staan. Zo ernstig neem je dat. En ik wou je vragen om een stukje voor te lezen wat ik dan uitgezocht heb. Ik kijk weer naar de pagina, dat is 98, om precies te zijn. En als je dat.
kan zijn. Ja, ik zal proberen. Hij schoof het kistje naar zich toe. Oh, dat is dus een bezoek van de jonge moeder van Emmy aan de paarser. Ja, want mijn hoofdpersoon is, heeft al die dochter van 16 bij wat je zei, die denkt al terug. Ben ik nauwelijks verstaanbaar als ik normaal spreek? Je bent heel goed verstaanbaar. Die denkt dus terug en die, hoe ze nadat ze in een gezin is beland waar het nogal decadent is, laat ik het zo maar noemen, door die mensen waar iets, nou, daar heeft zich iets gruwelijks voor gedaan, is ze dus beland bij deze waarzegger. En deze waarzegger is ook een heler die in het gezin waar ze dus belandde de zieke moeder zou helen. En omdat haar iets is overkomen, wil ze toch die waarzegger opzoeken om te zien hoe het in de toekomst zal vergaan, want ze is behoorlijk van slag. En die man, die heet dokter Adami, maar hij heet in feite Adam Innsberg, maar hij heeft de I aan zijn naam geplakt, want dat staat toch wat interessanter dan Adam Innsberg, dus Adami. En ja, we zitten dan in die wat schemerige kamer en dan gebeurt er iets, bijvoorbeeld. Hij schoof het kistje naar zich toe. Achter het schuin opstaande deksel vouwde hij een zwarte doek open en nam er een stapeltje kaarten uit. Hij schudde ze, kopieerde en schudde ze nog tweemaal. Een paar tellen liet hij het stapeltje liggen. Toen nam hij de bovenste kaart op en legde die open neer. Hierna nam hij de bovenste twee kaarten die hij gesloten naast legde. Dit herhaalde zich tot er drie kaarten open lagen. Hij tikte ze aan. Tegenslag, crisis, zei hij met zachtere stem. Tranen, helaas, omdat deze klaver naast schoppen ligt. Klaver 9 staat voor een jong, ongeremde persoon, zowel mannelijk als vrouwelijk. De kaarten werden in een behendige beweging bij elkaar geschoven, op elkaar gelegd, geschud, gecoupeerd en nogmaals op dezelfde wijze gelegd. Klaver 7, schoppenvrouw, klaver aas. Haastig schoof hij de kaarten bijeen. Hij leek geschrokken. Ik leg zelden een derde keer, maar aangezien er niet één rode of wat positieve bijkomst is, weer lagen er drie zwarte kaarten open. Hij staarde er naar, zuchtte en dan op een gedempte toon. Dit kan geen toeval meer zijn. De bezwerende wijsvinger met de ring kwam omhoog en wees naar hem. Neem geen kinderen. Ze zullen je meer verdriet doen dan vreugde brengen. Klaver 9 hield een waarschuwing in en die is bevestigd door schoppenvrouw. Een rode bijkomst had hij te niet kunnen doen, maar schoppenvrouw overschaduwt en straft af. Over de rest kan ik zwijgen. Die is niet van belang. Jij zoekt het geluk, maar het gelukt kies zijn eigen weg. Luister daarom naar me en volg mijn raad. Neem nooit kinderen. Het zou je slecht bekomen. Nou, dat is nogal wat als je 16 bent en dat te horen krijgt. Ja. En dat kan gebeuren. Dus, hè? Ja. Ja, en het knappe van de roman is onder meer dat natuurlijk de vrouw die dit te horen krijgt, wordt wel moeder. En dat kind doet iets verschrikkelijks. Ja, en zeg maar, ze heeft toch, omdat ze wil er niet in geloven, ze beweert ook dat ze niet in gelooft natuurlijk, maar het blijft hangen, hè? Zoiets blijft toch hangen, zo'n uitspraak. En ze heeft er zelfs een abortus voor gepleegd, ook uit angst, staat ook nog heel erg in de één regel. En ze neemt, ja, als je een kinderwens hebt, komt inderdaad toch een kind. Ja. En dan dat kind doet dus iets verschrikkelijks, wat in de opsporingsverzocht te zien is en later ook nog uitgewerkt wordt. En dan zou die moeder dus kunnen denken, zie je wel, had ik nou maar dokter Adami gevolgd, dan had ik geen kinderen gekregen. Ook deze ramp was ons niet overkomen. Is dat een lijn die twijfel die je ook tussen de regels door wil suggereren? Nee, want ze twijfelt niet over het kind, ze twijfelt wel over de aard van haar dochter. Of ze zich zo nou heeft kunnen vergissen daarin. En aan de slot van de mand weet je ook niet of ze inderdaad dat huwelijk, een gewoon het kleine gezin, zal opbreken. Omdat ze die macht natuurlijk heeft als ze het zou aanmelden. Ze zal altijd bang blijven dat de bel gaat. Dat er toch achtergekomen wordt natuurlijk. Nee, hier is wel degelijk ook sprake van, als ouder beschermen je kind. Hoe dan ook, dat zeker ook. Maar wat er verder natuurlijk van belang ook is dat zij verzwijgt tegenover de dochter dat ze het weet. Dat ze verzwijgt tegen haar man. Dat haar man ook wat loesjes
uitvoert als notaris, wat hij weer verzwijgt, dat die dochter het verzwijgt, dat men van elkaar vaak niet weet wat er dus eigenlijk aan de hand is. Dus ze kijkt naar haar man en ze kijkt naar haar dochter en zegt, jullie zijn leugenaars. Uiteindelijk. Tot zover haar gezien. Ja, maar je houdt van die mensen ook weer als moeder natuurlijk. Hè? Dat speelt er ook mee. Maar wat ik ook wil, en dat is dat ze toch wel, wat ze wel doet, is wraak nemen op die Adam die nog leeft. Ja, dat komt zo. Oké. Maar toch naar de vraag, terug naar de vraag of er niet, doordat die dochter die inderdaad vreselijke dingen doet, waar zij een hoop narigheid van heeft, ongeluk, of die dus niet stiekem toch een beetje gelijk heeft. En of dus dat occulte misschien toch nog een soort ergens, een vaag lijntje heeft met de werkelijkheid. Ja, het zou best kunnen zien, was al mijn katholieke jeugdarm, denk je dan. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Doet haar schuld. Het zou kunnen, mag je zo zien. Ik weet dat er reacties zijn uit Lezerus, dat er mensen zijn die zeggen, zie je wel, dokter Daniel had gelijk, ze had het niet moeten doen. Dat zo kan je dat zien, maar ik denk dat je dat met een behoorlijke korrel zout moet doen, maar al die flauwekul. Want dat is net als, dat overkomt toch iedereen wel, als je denkt aan iemand en zo iemand belt je op dat moment. Ja. Hè? En dat vind je dan een geweldig toeval, maar de meeste keer is het zo dat je aan iemand denkt dat je iemand niet belt. Zo gaat het. Ja, goed. Je rekent definitief af met het occulte. Niet helemaal. Niet helemaal. Nee, maar ik bijgeloof, daar schort niks aan. Ik klop ook nog dingen af. Ik ben bang voor schoenen op tafel en paraplu's binnen openen. Dat is er in mijn grootmoeder wel ingehamerd. Ja. Toch nog een heel lijstje van ellende. Ja. Nou, het helpt als je daarnaar luistert. Ja. Maar dit soort mensen natuurlijk, dat verrijkt zich daaraan. Dat verrijkt zich aan de zwaktes van hun klanten. Dat is misdadig. Ik twijfel op geen moment aan het misdadig is. Ik dacht alleen het enige twijfel nog in het boek te ontdekken. Dat mag. Ja, is goed. Dat houdt het spannend. Nee, dat is goed. Ja. Nee, maar die dochter is wel sluw natuurlijk, want ze heeft ook haar verhaal hier. Ja. Aan het eind. Daarmee verrassen ze me trouwens ook. Hoor. Ja, dus dat is een hele punt voor haar verhaal. Maar het verhaal wat ze heeft is dermate zwak, zou je kunnen zeggen, in verhouding tot hoe het in het begin wordt gepresenteerd, dat je toch de neiging krijgt te denken dat het wel degelijk een ondeugelijk meisje is. Nou, ik vind het wel slim, toch? Slim, maar slim en ondeugelijkheid gaat vaak hand in hand. Het kan best waar zijn wat ze heeft gezegd. Als ik me voorstel dat ik die Paula, die moeder zou zijn, dan zou ik dat meisje willen geloven. Maar ze gelooft het niet, dat is waar. Er zijn ook mensen, dan schrijf dan nog een vervolg. Dat heb ik ook wel eens met het kinderboek gehad, van schrijf dan nog een vervolg, maar dat kan niet, dat is afgerond. Het heeft ook een beetje een filmisch karakter, het zou makkelijk, maar het kan wel gewoon in een film worden samengevat en dan zou het een vrij spannende film kunnen zijn ook. Maar dat is niet jouw bedoeling. Ook in Nederland? Ja, ook in Nederland. Dat is niet jouw bedoeling. Ik zou het niet weten. Ik ga iedere week naar de film. Ik zie zelfs heel veel films. Ga je iedere week naar de film? Ja, soms wel twee keer. Zoveel twee keer. Ja, jawel. Dat is heel veel goed. Jazeker. Goeie films, ja? Jazeker. Cinefielpasjes? Ja, met de cinefielpasjes enige jaren, ja. Dan ben je vaak verrast. Dan kom je ineens in een film die maar twee weken draait en die geweldig is. Die iedere Oscar kan verslaan als je ziet. Zo kan het ook wel. Ja, echt waar. U kent het. Ja, zeker. Ik vind één keer in de maand al moet je al zoeken naar een goede film. Ik woon inderdaad tussen de filmhalte, de filmhallen in Jalta en Cinecentrum. Er zit nog een andere lijn in het boek. En dat is niet onbelangrijk. De moeder van de hoofdpersoon, die is schoonmaakster bij Amerikaan. Ze noemt zich medewerker. Ze noemt zich medewerker, maar het gereedschap doet vermoeden dat ze schoonmaakster is. En daardoor heeft zij een soort, als ze bij dat vriendinnetje op zoek gaat. Ze ontmoet een vriendinnetje, een beetje een apart type in de klas, daar gaat ze mee. En die woont in een heel groot huis aan de gracht. Dat is een totaal ander milieu dan waar zij vandaan komt.
En niettemin wordt haar moeder, die dan van de eenvoudige komaf is, zou ik zeggen, wordt door haar een beetje op de troon gezet. Is dat ook, zeg ik dat goed? Op een aardige manier op de troon gezet. Ja, dat is niet voor het eerst dat ik dat gedaan heb. Misschien ook omdat mijn moeder, ja, zo wil ik het niet zien, vrijwel alleen maar fictie geschreven, maar ik was gisteren toevallig in een dorpje naast Appingedam. En toen kwam het daarop, omdat er in meerdere romans moeders voorkomen die een eenvoudig beroep hebben. Vaak schoonmaken of bijvoorbeeld op een begraafplaats voor de koffiezorg of zo. En ja, mijn moeder was ook zo iemand die de dag na de 12e verjaardag van school werd gehaald en in dienst werd gedaan. En dat overkwam een heleboel vrouwen van die generatie. En mijn moeder in Den Haag kwam bij een hele gegoede familie, waardoor ze ook in feite werd opgevoed. Dus zij sprak ook als enige in het grote gezin netjes. En ik heb altijd heel veel bewondering gehad voor zoals zij en zoveel van die vrouwen, waar in de Nederlandse literatuur ook nauwelijks over wordt geschreven, hoe die zich opofferen en altijd maar werkte. En toen ze overleed, echt heel plotseling, van het een op het andere moment, zoals in Spanje, en 73. En mijn zus belde mij op en ik lag nog in bed en ik sprong echt mijn bed uit en ik zei, ik was helemaal kapot van, ik heel erg van haar. Dus ik zei ook, ik zal over voor en door mijn moeder schrijven. En ja, gewoon om mijn moeder, om ja, die vrouwen ook een beetje op hun troon te zetten. Misschien doe ik dat ook al bij deze moeder, ja. En ik heb het al bij eerdere romanpersonages gedaan. Maar dat is vermoedelijk dan de drijfveer geweest om dat aspect. Nee, en ook het contrast. Toch, in Den Haag was het contrast sowieso heel sterk, met een kleine bovenlaag en een hele grote onderlaag. Veel minder menging dan hier. Waar woonde jij zelf bij toen je op school zat? Nou, ik zat dus echt wel in een Haagse volksbuurt. En ja, ik ging toch naar een middelbare school waar allemaal meisjes zaten van gegoede klassen. Ja. Dus ik kwam in een hele andere milieu terecht. En vond je dat? Ja hoor. Ja. Ik vond het alleen lastig als die meisjes bij mij thuis kwamen. En als het dan bijvoorbeeld, nou ja, een paar platlatende ooms zaten. Ja. Dacht ik, oh, wat zullen ze wel denken. Later schamen je daar nou weer voor. Ja. Maar dat milieu, dat chiquere milieu, zou ik maar zeggen, waar die vriendin dan uit voortkomt. Is dat herkenbaar als een milieu waar jij vroeger in terecht kwam als je met een meisje omging dat uit betere komaf was? Nee hoor, want dit milieu wat ik nu schets, waar Paula terechtkomt bij Charlie en Tobias Weber, daarvan wist ik echt, daar moet iets meer aan kleven. Dat zijn mensen die de wereld rondtrekken. Telkens, de vader werkt bij Shell, dus die komen overal. En die die houden van het occulte, dus ik laat die kinderen daarom ook seances brengen. Ja, aan de tafel en dan roepen ze ook een hele diepe. Nou, roepen ze een generaal tevoorschijn die een voorvader zou zijn in de Eerste Wereldoorlog om zou zijn gekomen en zijn hoofd zou zijn afgehaald. Ja, het speelt een rol ook in het boek, maar dat is maar niet verklapt. Nee, dat is misschien, gaat er iets te veel naar de toekomst bezig. Maar goed, intussen is het zo dat het meisje dat die dingen gedaan heeft, eigenlijk anders dan, dus zoals ik begon bij Koch, daar wordt niet, is niet de vraag, zal die gepakt worden of niet. Het gaat om de moeder van het meisje en niet om het meisje. En niet om de twijfels van moet ik aangeven of niet, want dat speelt eigenlijk helemaal geen rol. Dat is niet wat ze denkt. Komt ook geen agent in voor. Ik heb zelfs, we gingen haar in 90, toen leefde mijn moeder nog, heb ik één keer een roman geschreven, De Rode Strik, waarin twee zusjes de vriend van hun moeder zelfs vermoorden. En daar komt ook geen agent in voor. Die meisjes noemen die man ook de beestenman. Hij heeft een winkeltje dierenvoer en aanverwante artikelen. Hij gedraagt zich ook beestachtig, dus het was ook heerlijk om hem, nou ja, die trap af te keilen en hem nog de trap na te geven met die meisjes. En daarna had ik een keer, moest ik een keer in België zijn, aan de hand van dit boek voor een middelbare school die lezen, dat graag is ook niet zo dik. En toen zat ik echt voor een tribunaal met leraren en allemaal mensen die vroegen waarom die meisjes niet naar het bureau moesten en waarom ze niet in de gevangenis kwamen. Zo, maar het was een roman, volkomen fictief. Dus ja,
Het hoeft niet. En ik vind het trouwens wel erg. Ik hoorde gisteren op de radio zeggen dat toch in feite in Nederland ook misdaad weer loont. Dat is niet de bedoeling. Het gaat nu om het verhaal. En meestal is dit, ik vind wel weer, het kwaad moet niet zegevieren. En zeker niet in kinderboeken. Maar goed, we dwalen. Een beetje. Even terug naar die hoofdpersoon, die vrouw Paula, die dus dat kind heeft met die man. Mm-hmm. En dat blijft nog boven hangen tot op zeker moment waar dat kind vandaan komt. Ja. Nou, als lezer weet je het. Ja, maar hoe komt dat? Ja. Welke rol geef je? Waarom zaai je twijfel aan het vaderschap? Is dat nodig hier op man? Ja. Ja, want die kinderwens is zo groot en haar man brengt het niet voor elkaar. Dus. Ja, nou dus? Nou, er zijn heel veel vrouwen die op die manier dan toch maar anders zijn. Dat zou eerst bezwaard maken. Terwijl die man dat niet weten. Hij blijkt het uiteindelijk wel te weten. Dat... Hij moet dat natuurlijk. Ja, maar dat gaat toch zelf niet verklappen? Nee, dat is een mens. Deze mensen hebben het boek al gelezen. Nou. Maar goed, jij zegt het, dat was in elk geval nodig voor het verhaal. Ja, ik vond het nodig, ja. Ja. Kijk, na al die jaren, het is natuurlijk bij fictie zo, je voorziet personages, je voorziet een zeker verhaal, je voorziet waarop je de nadruk wil leggen. En in dit geval, voor mij was het toch vooral, wat doe je met iemand die je zo'n malafide, verschrikkelijke voorspelling doet. Ja. He, dat is belangrijk. Maar ik heb ook wel eens een roman geschreven over waarin ik echt een opponent tot leven riep, want ik heb moeite met dieren eten, met dierenleed sowieso, wat mensen dieren aandoen. Ik las het gisteren nog in NRC dat Canetti heeft gezegd dat iedereen die met, zoals dieren worden behandeld, maakt iedereen tot een nazi. Canetti, maar oké, daar ben ik het al mee eens. Om die reden bijvoorbeeld heb ik ooit een roman geschreven waarin ik een slager als hoofdpersoon koos. Dan moet je opponent juist, dat is de spanning van een roman schrijven. Gaandeweg werd die man, die slager werd steeds aardiger in dat boek, daar komt niks aan doen. Dat gebeurt soms met fictie. Ik haal weer af. Ja. Maar, ik wou toch bij de partij van die ervan, dus ga nog even door. Maar we hadden het nu over andere hoofdpersonen. Ja. Nee, waar kom ik daar nou op? Ja, zo gaat het gewoon met fictie. Je stelt je voor waar je naartoe wil. Je hebt een verhaal, je personages. Sommige personages worden, terwijl je aan het schrijven bent, van meer belang dan je dacht. Er komen er nieuwe bij. Je houdt je vast, maar het kan soms ineens ook helemaal anders lopen. En ik had die ervaring zelfs met mijn debuutes al in 1972, toen ik dacht, want Hans Maarten van der Brink had het net over vluchten, wat Wim is weg is vluchten. Nou, alleen op de wereld is ook in zekere zin vluchten, ontvoerd, weg. En ik bleek dus zomaar, vaak hebben schrijvers natuurlijk toch zo'n romanpersonage weg laten gaan om iets te beleven. En ik bleek dus zomaar was het zo dat ik de hoofdpersoon aan de benauwenis van zijn gezin en zijn werk niet ontsnappen, zonder bagage of wat ook naar Amsterdam niet gaan om daar, en ik dacht die blijft daar, die wil weg van alles, maar die man gaat op hangende pootjes terug en ik kon er niks aan doen om hem in Amsterdam te houden, dus zo kan het wel gaan, ook al heb je voor ogen wat je wilt doen, maar hierbij wist ik wel dat er iets, dat er wraak moest worden genomen, dat die schoppenvrouwkaart van belang was en dat die dochter er ook een draai aan zou geven. Dus dat heeft zich toch wel ingevuld als ik wilde. Alleen ik heb er toch wel heel lang over gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Ja. De lust op wraak op die occulte figuur, die waarzegger, is wel heel groot. Dat blijkt ook uit de manier waarop de vraag wordt genomen. Maar daar leef je naartoe als lezer, zou ik maar zeggen. Je denkt, ze zal die kerel wel te pakken nemen. Ja, hè, dat hoop je dan ook natuurlijk. Maar ik zag in de VB-logisch dat ik nu zelf door het schoppen vrouw van de literatuur was genoemd. Ik hoop niet. Ja, volgens mij heb ik hem nog nooit iemand iets gedaan. Ik haal torretjes nog uit de wasbak. Maar misschien er komen wel eens wat harde, vrede details in de boeken voor. Misschien is dat. Nou ja, het is geen komedie, laat ik het zo zeggen. Ja, dus af en toe ook wel wat te lachen. Ja, de manier waarop je schrijft zeker. Maar het verhaal zodanig is niet echt dat je zegt, goh. Het is wel dramatisch, ja. Ook al trouwens zeg ik had een aardig verzoek
om volgende week op een foyeravond van de Nationale Opera. Want Piek Daam komt eraan. Ja, een schoppenvrouw. Première, 9 juni. En van Tchaikovsky. Ja. Piek Daam, ja. Prachtig, prachtig. Verhaal van Poeskin, een kort verhaal. Ja, ja. En daarin is schoppenvrouw ook belangrijk, maar het is een totaal ander verhaal. Maar het is een prachtige opera. Dus ik weet niet hoe ik dat interview, hoe ik daar nou een link precies moet leggen, behalve aan de kaart natuurlijk. Nou ja, we kunnen het hier even uitproberen. Dat is een heimisch allebei. Maar ik wist het niet gezegd. Maar is het inderdaad in het kaartspel door de eeuwen heen een sombere trouvaille? Nou, het is sowieso al een heel mooi woord. Het is mooier dan Ruitenheer. Ja. Ja, ja. Maar hoewel ik laatst een busje zag rijden, Ruitenheer, ik weet niet wat het verzorgde, maar die staat. Nou, misschien zwaar gehandicapt of? Ja, het is alles. De glazenwasser. Ik speel dat met mijn zus houdt erg van kaartspelletjes. Wij spelen in Spanje wel als een spel waarbij je inderdaad, als je schoppenvrouw uitlegt, heb je heel veel punten, gunstig. Als je hem in handen houdt, heb je dubbel zoveel strafpunten. En het schijnt bij meer kaartspelen zo te zijn dat hij een extra rol heeft. Dus, schoppen sowieso, zwarte kaart. Ja, in het boek is ook zo dat die dokter Adam die legt telkens die zwarte kaart. En dan kan je ook bedenken, dat is natuurlijk niet zonder opzet. Heeft hij in dat kistje dat allemaal uitgezocht? Ja. Doet hij dat bij de ene krant? Zit alleen zwarte kaart? Ja. Nou, zo eenvoudig zou het er ook niet zijn. Ja, dat kan. Mensen zijn zo eenvoudig en slecht tegelijk. Ja, dat kan. Ja. Maar goed, dus, die schopvrouw speelt sowieso ook buiten deze roman in de kaartspel een zonder rol. Want het blijft toch zo dat, ik geef toe, je moet er af en toe zitten van lachen. Maar het is toch, je bent niet in een hele lichte stemming geweest toen je dit boek schreef, denk ik. Nou, in een paar jaar heb ik een heleboel keer wel een lichte stemming gehad. Maar dat zegt niks, want als je... ik heb bij mijn vorige roman heb ik echt geroepen, ik doe het niet meer. Ik ga alleen nog maar af en toe een kort verhaal schrijven. Ik wou dat ik net als iedereen met pensioen mocht, maar dat is niet waar hoor. Maar en als je dan aan het schrijven bent, ik heb schriften waar echt, nou ik heb honderden notities. Als ik aan het schrijven ben, dan komt er vaak iets binnen en denk ik, nou dat is niet voor dit boek, maar kan wel later in een kort verhaal. Dus dat gebruik je dan niet of dat lees je later nog eens. En ik dacht ook van inderdaad, nou dit is niet voor een kort verhaal, ook niet voor een hele dikke roman, maar wel voor deze vorm. Dus, ik kan ook niet opzetten dat ik dat gaan uitbreiden echt tot iets dikkers. Zo is het natuurlijk ook dan niet. Maar of ik nu nog een roman zou schrijven, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Ik ben aan wel. Ik heb net een kort verhaal ingeleverd bij de gids, nadat ik 3 keer nee had gezegd. Ik denk, nou moet ik het toch maar eens doen. Maar het thema is leiderschap. Toen dacht ik, ja, wat doe ik daar nou mee? Ik moet toch maar een keer ja zeggen dan. En, het thema van het nummer is leiderschap. Ja, maar ik dacht, wat doe ik daar nou mee? En toen zag ik ineens een vrouw voor me, nou iemand van in de 30 zo. En ik dacht, die zit in een zomerhuisje. En via brieven onder nummer laat ze gewoon alle mannen komen. En... dat ze over 5 mannen, maar er komen er 4. En 15, die komt niet, die laat niks horen. Dat die kan zeggen wat ze wil. Ze mogen met haar. Ze mogen niks zeggen, geen onvertogen woord, zwijgen dus. En dat doen die mannen ook. Nou, dat is een vorm van leiding geven. Dus aan het eind van het verhaal, dan heb ik al pas beschreven waar ons dat gedaan heeft. Namelijk dat ze op een verkiesbare plaats in de politiek staat. Dus dat ze dat nu wel aan kan, die politiek. Nu ze dit aankomt, omdat ze met een keer... Mannen zijn oprecht, dus ja. Paspoortje voor de politiek. Ja. Ook al is het in een zomerhuisje en is het nogal smerig. Recente ontwikkelingen van vrouwen in de politiek gaan wijzen niet op de... Op dat soort achtergrond. Nou, ik zie bij de VVD toch wel eens een paar van die vrouwen die een beetje op maximaal ik ben een jonge minister, ze zag het. Nee, maar ik heb woorden praat. En bovendien verhaal uit Angela, maar bij Angela Merkel denk ik daar inderdaad niet aan. Ik denk praat over Sylvana Simons. Oh ja, nee, begrijp ik niks van dat hij bij die 2 mannen op de lijst wil. Nee, die zwijgen niet hoor.
Nee. Nu die eisen, ik ben er bang. Ja, die eisen. Dan gaat zij mee akkoord. Nee, het is leuk, het is allemaal leuk voor televisie, maar wat, dat het aan de hand is, vind ik wat minder. Ja. Maar goed, dat wordt dus het thema van je roman. Het is een verhaal. Maar dat bouw je dan uit tot een roman. Nee, ik ga iets anders doen. Wat dan? Want 10 jaar geleden, toen werd ik 60 en toen wilde de uitgeverij iets doen. En toen zei ik, nou, ik ben in 1976 ooit een dagboek begonnen. Op aanraden van Hans Warren, die echt leefde bij zijn dagboeken. En zijn moeder er ook bij. En Heerdesma, die zei, en de uitgeverij, als jij zo vast zit met je fictie, dan moet je zorgen dat je iedere dag toch wat blijft schrijven. Hou een dagboek bij. Dat ben ik toen begonnen en ik betreur het nog steeds, want ik vond het heel vervelend om te doen, om te herkauwen wat je in feite al beleefd hebt. Maar ik hield het vol. En toen heb ik, 1976 is toen, dat ene jaar is toen een boek geworden, heette Alle Dagen Later, omdat er, nou in die tijd ging ik s'nachts nogal veel nachtbraken en zo. En nu wilde uitgeven, dan wilde ik toch nog een paar jaar uittik, dus dat ga ik nu doen. En met, dat is een andere manier van doorbijten dan met fictie, omdat je, je komt mensen tegen die nog in leven zijn. En, ja, maar dat wordt een vervolg op dat boek? Ja. Ik had toen 76, nu denk ik dat ik 77 tot 80 uittik. Oh, zo kunnen we even voort. Nou, ik hou het al zo'n jaar 15 jaar bij hoor. En het wordt steeds minder. Ik had toen 10 schriften in 1 jaar en nu zeg maar 1 schrift in 15 jaar. Dus. Het nachtbraakje zou minder worden? Nou, niet qua werk, maar wel de stad in mezelf. Ja. Dat doe ik niet meer. Nee. En ik rook de sigaren en whisky en zo, dat houdt allemaal op. Dus van dat soort. Alleen het lidmaatschap voor de Partij van de Dieren. En, dat steun ik. Het kan me niet schelen als ze soms onzin uitkramen, maar ik vind, kinderen en dieren, we hebben een hele, dat was met Rudy Kausbroek, Maarten het Hart en Kees van Kooten, Wolkers en Moedies waren toen ook nog lijstduur en ik dus ook, en toen bleek dus ineens dat Marianne Thieme, tot bij de zaterdag, weet je, het zaterdagsadventisten. Zevende dag, maar die gaan op zaterdag houden ze dan op de zondag. Ja, ik dacht, wat moet je daar nou mee? Maar Maarten was toen heel kwaad, en Rudy Kaafgroep was ook heel kwaad. En Kees en ik zeiden, joh, het gaat toch om die dieren? Hoe kan ons dat nou schelen? Moet je kijken wie er in de kamer zit. Ze zijn bijna allemaal gelovig, niemand valt daarover, die bedrijven politiek. Ze is volstrekt seculier. Wat maak je je nou druk? Het gaat toch echt om die dieren? Als je dat afvalt, wat moet die bio-industrie dan nog? Ja, snap je? Ja. Dus dan blijf ik steunen. Ja. Nee, omdat het occulte zou je kunnen zijn. Nee, het is niet occult. Nee, voor in de manier waarop mensen echt met dieren kunnen omgaan, vind ik echt. Ik vind het chockerend. Ik ben niet verbaasd dat in Amerika dierenbeulen zulke zware straffen krijgen en dat telkens weer blijkt dat het ook verkrachters en moordenaars zijn. Ik zeg dat echt in alle ernst. Goed, ik beveel je boek aan, namelijk Schoppenvrouw. Erg mooi. Dank je.